Marijn Frank is als presentatrice, documentaire en televisieprogrammamaakster vooral bekend van het programma De Keuringsdienst van Waarde. Elke uitzending van dit programma zorgt weer voor grote verbijstering. Dat gaat over de domheid van de klantenservice. Zijn we niet op de verpakking? Over de leugens van de marketingafdelingen. Dus dat is wel een soort modern wondermiddel eigenlijk. Ja. Maar vooral over waarom iedereen bij de Keuringsdienst van Waarde in 2017 nog steeds met zo'n ontzettend oude telefoon, met zo'n hoorn waarvan je denkt, man, je leeft in 2017, dat is toch echt niet meer nodig, want je hebt tegenwoordig ook smartphones of iets met zo'n headsetje, aan het bellen is. Oh, dat klinkt goed. Ja, hè? Bel maar als je een adresje nodig hebt. Ze is dus de vleesgeworden luis in de pels van de consumentenprogramma's. Oké, een iets minder gelukkige woordkeuze. Maar goed, geef haar daarom niet een minder groot applaus. Hier is Marijn Frank. Ik ben natuurlijk al uitgebreid voorgesteld. Wat mij eigenlijk drijft om al die verhalen te vertellen is mijn nieuwsgierigheid. En het vertellen van verhalen, dat zat er bij mij eigenlijk al heel erg jong in. Ik kreeg... Toen ik een jaar of 7, 8 was, kreeg ik zo'n toverlantaarn. Ik weet niet hoe oud jullie ongeveer zijn, dat kan ik niet zien in het donker. Misschien dat sommigen van jullie dat nog kennen, maar dat is zo'n soort van lamp. En daar kun je filmpjes mee op de muur projecteren. En dan maakte ik al mijn eigen stripverhaaltje, zeg maar, die ik dan... dan verzorgde ik voorstellingen voor mijn familie. En ik was ook op mijn 14e de allerjongste operateur van Amsterdam. Ik draaide films in de bioscoop. En dat gaat nu digitaal, maar toen was dat nog op van die grote spoelen met celluloid. De academie, de filmacademie, was dus ook een vrij logische stap voor mij. En ik vond het eigenlijk heerlijk, want met een camera, hè, als je een film maakt, dan heb je eigenlijk een soort van goede reden om mensen de hemd van het lijf te vragen. Het is best wel vreemd als ik bij Bas, als we net even praten... vraag naar zijn scheiding of naar zijn kinderen. Terwijl als je gewoon een camera bij je hebt, dan is dat allemaal geen enkel probleem. Dus daar kan ik mijn nieuwsgierigheid heerlijk in botvieren. Na de filmacademie, die open sollicitatie naar de Keuringsdienst van Waarde, ze hadden helaas niemand nodig. Dus dat was een beetje een bummer, maar het klikte eigenlijk zo goed dat ze toch besloten om mij aan te nemen. En als je het hebt over ethisch ondernemen, vind ik dat eigenlijk wel een hele goeie. Als je denkt, deze werkgever hoort er gewoon bij, die nemen we erbij. En ja, zo ben ik er eigenlijk helemaal ingegroeid. En inmiddels doe ik het natuurlijk al een jaar of bijna 10, volgens mij. Mensen denken vaak dat de Keuringsdienst gaat over voedselschandalen. Over zaken die niet kloppen aan het licht brengen. En deels is dat ook wel zo, maar eigenlijk gaat de Keuringsdienst voor mij echt over marketing. Dus wat staat er op de voorkant van de verpakking en wat is daarvan waar? Wat is het echte verhaal achter een product? En voor ons is het eigenlijk hoe wolliger de tekst op de voorkant, hoe leuker het voor ons wordt. Want waarschijnlijk is het contrast met de werkelijkheid dan des te groter. Wat het nog eens extra leuk maakt hier in Nederland, is dat Nederlanders echt... heel weinig geld over hebben voor eten. We geven procentueel ook het minst uit aan eten van alle Europeanen. En dat zorgt ervoor dat voedselfabrikanten eigenlijk extra creatief worden. Want die willen met zo min mogelijk geld een product in de markt zetten. En wat ik daar altijd een heel leuk voorbeeld van vind is... je kent ze wel, misschien dat ze er net ook waren in de pauze, ik heb het niet gezien. Maar van die olijfjes met zo'n rood flubbeltje erin... dat flubbeltje, dat moet een paprika voorstellen. Maar dat vonden wij Nederlanders te duur. Want dat kan zomaar een paar cent schelen in de verkoopprijs. Dus wat hebben we nou gedaan hier in Nederland? Dat bedrijf wat die olijven produceert, is naar een algenboer gegaan. En heeft gevraagd, kunnen jullie voor minder dan zo'n stukje paprika iets creëren wat lijkt op een stukje paprika? Dat kon die algenboer wel. En zo hebben wij dus een stukje, dat flubbeltje, dat rode flubbeltje. Het heeft verder ook geen smaak, maar het is wat goedkoper. En dus vindt het gretig aftrek hier in Nederland. Ze hebben dit ook geprobeerd om in Spanje te lanceren, de olijven met het flubbeltje. Maar die Spanjaarden die moesten het niet, die vinden het gewoon goor. In de tijd dat ik bij de Keuringsdienst werk, ben ik natuurlijk
bij heel veel bedrijven binnen geweest. En dan voornamelijk voedselfabrikanten uiteraard. En dat heeft me heel veel laten zien over hoe die bedrijven zich willen presenteren. En eigenlijk worden me altijd twee dingen gevraagd over de keuringsdienst. Eén is, kom je eigenlijk makkelijk bij die bedrijven binnen? Of is dat eigenlijk niet heel erg moeilijk? En twee is, hoe kom je aan nieuwe onderwerpen? Want het programma bestaat al meer dan 10 jaar. Hoe hou je dat vol? Nou, om over dat eerste te beginnen. Binnenkomen bij bedrijven is super ingewikkeld. Ik weet niet hoe dat bij jullie zou zijn, maar daar kom ik later nog wel even op terug. De meeste voedselfabrikanten zien ons liever gaan dan komen. En daarom ben ik ook wel eens heel jaloers op mijn collega's bij bijvoorbeeld het Klokhuis, waar iedereen gewoon met open armen wordt ontvangen. Maar goed, gek genoeg is dat bij ons niet zo. We hebben alle smoesen al wel gehoord. We zitten in een verhuizing of we hebben geen tijd. En je hebt bepaalde industrieën waar je echt nauwelijks binnenkomt. Dat is de vleesindustrie. Want ja, daar is vaak ook wel iets aan de hand. De cosmetica-industrie is heel erg ingewikkeld. En bijvoorbeeld de aroma-industrie. Maar eigenlijk als een bedrijf zegt, nee, je bent niet welkom. En dat merken we meteen in de telefoontjes. Dan is dat voor ons juist een trigger om door te pakken. Want dan betekent het dat zo'n bedrijf of zo'n industrie waarschijnlijk ook echt iets te verbergen heeft. Wat we wel merken is, als een bedrijf ervoor kiest om mee te werken aan de keuringsdienst, dat kan soms best wel dapper zijn van zo'n bedrijf, dat snap ik ook wel, dan als ze open en transparant zijn, komen ze er eigenlijk altijd goed vanaf. Zodra een woordvoerder van een bedrijf begint te draaien, een beetje begint te liegen, ja, daar hebben wij als verslaggevers natuurlijk antennes voor. Dan worden wij wakker, dan lopen wij warm, dan gaan we drammen en doorvragen. Maar als je dus gewoon, ook al maak je iets waarvan je zou kunnen zeggen, dat vindt een consument er goor uitzien of daar heeft het niks mee. Als je er open over bent en eerlijk, dan gaat het eigenlijk altijd goed. En een goed voorbeeld daarvan vind ik ook, we hebben een uitzending gemaakt over ossenstaartsoep. Dat is gewoon zo'n pakje van Unox en van heel veel andere merken ook trouwens. En we mochten daar kijken bij de vleesverwerker die die kleine brokjes maakt, vleesbrokjes, voor in de soep. En u raadt het al, er zat natuurlijk geen ossenstaart in, maar een soort slachtafval van runderen. Maar daar wist die man wel die brokjes van te maken, die door allerlei toevoegingen ook nog heel veel water opnamen, waardoor ze zwaarder werden, dus dan kun je er weer, worden ze goedkoper per kilo. Nou ja, die man die vertelde dat zo enthousiast, die was zo enthousiast over zijn product. En als je erover nadenkt, dan denk je ook van, nou, het is eigenlijk best wel knap dat je dat kan maken. En dan kom je er in een uitzending toch weer goed vanaf. Verder over die nieuwe onderwerpen gesproken. Ja, voedsel is heel erg onderhevig aan trends. Dus je ziet altijd, je hebt natuurlijk de superfood trend, je hebt de authentiek, je hebt natuurlijk. Allemaal van die kreten ambachtelijk die vaak op verpakkingen staan. En dat maakt het voor ons dus ook mogelijk om gewoon maar uitzendingen te blijven maken. Want elke trend moet weer met veel marketingbombarie op de markt worden gebracht. Wat natuurlijk bijvoorbeeld de superfood trend. Nou ja, wij lieten zien dat chiazaad eigenlijk vogelzaad is. En dat sinds dat zo populair is, is die prijs enorm opgedreven. En we hebben zelfs ons eigen superfood op de markt gebracht. Dat was het welbekende negerzaad. We kwamen dit zaad tegen in de dierenwinkel. En we dachten, een zaad met de naam negerzaad, dat kan toch niet missen als hit, als superfood. Nou ja, we hebben dat eigenlijk verder niet echt voortgezet. Dus mocht er nog een ondernemer in de zaal zijn die zegt van, dat negerzaad. Wat is dat nou precies? Wat kun je daarmee? Is dat iets voor mij? Dan kunnen we daar rustig even over verder praten. Ook natuurlijk is een heel bekend begrip. En ik wil het heel even hebben over de uitzending Natuurlijk Aroma die we hebben gemaakt. Je kent zowel die verpakkingen Yoki drink of yoghurt, drinkyoghurt of gewoon frisdrank. Natuurlijk Aroma prijkt heel vaak op de voorkant van de verpakking. En dan staat er een plaatje bij van een aardbei en daaronder Natuurlijk Aroma. Ineens zag je dat in de supermarkt overal. Dus wij vroegen ons af, dat natuurlijk aroma, wat is dat nou precies? Nou, je kan gewoon de definitie opzoeken. Dat is, het moet afkomstig zijn, het moet plantaardig of dierlijk zijn, afkomstig uit de natuur. En de toegepaste scheikunde moet eigenlijk zo simpel zijn dat ik het gewoon in mijn eigen keuken ook kan maken. Nou, dus wij bellen. We kwamen nergens binnen. Iemand die zei tegen mijn collega Maarten, en dat vond ik wel mooi, die vroeg, wat is nou zo'n natuurlijk aroma? En die zei, I can tell you,
But I would have to kill you. Nou ja, dat vinden wij dan leuk. Daar lopen wij dan warm van. Nou, kom maar op. Maar goed, uiteindelijk kwamen we bij een bedrijf in Kopenhagen. Een aromaproducent. En die pleitte ook voor meer transparantie, meer openheid. Dus ik mocht daarheen om te kijken hoe hij dat natuurlijk aroma produceert. En tot mijn grote verbazing, hoe deed hij dat nou? Hij nam bacteriën uit gist. Hij manipuleerde de genetica van die bacteriën. En zo kon zo'n bacterie elke smaak uitpoepen die hij maar wilde. Best wel knap. Dus hij kon gewoon daar een gen op zetten van vanille, van een orchidee of van een aardbeienplant. En hop, die bacterie die poepte die smaak uit. Kijk, dat dat knap is, dat was één ding. Maar is het ook de associatie die de consument heeft als hij zo'n pak yoghurt met een aardbei, met die aardbeiensmaak koopt? Ik denk het niet. Voor mij was het in ieder geval een hele grote verrassing. Ik vond het wel knap, maar ik denk dan, zet er dan niet op natuurlijk aroma. Ik vind dat wel echt pure misleiding. Ja, zo heb je dat natuurlijk voortdurend. Je hebt bijvoorbeeld ook zo'n pak met truffelroomsaus van Bertel. Ik weet niet of jullie hem wel eens gegeten hebben. Ik wou zeggen, ik hoop het niet. Toen bedacht ik dat dit ook op het internet belandt. Maar truffelroomsaus, de Bertolli-saus. Daar staat dus heel groot op truffel. En dan heb je een commercial en er gaat een team van pensionado's, die gaat naar Italië in een rood autootje om de allerbeste truffel te zoeken voor in de Bertolli truffelroomsaus. Nou goed, ik raakte eigenlijk ook wel benieuwd naar die truffel. Dus in die uitzending besloten we om die commercial helemaal letterlijk na te maken. Ik ging in dat rode autootje naar Italië en uiteindelijk belandde ik inderdaad in de fabriek die truffels aan Unilever levert. Wat trof ik daar aan? De zwarte truffel, zwaar mishandeld. Hij had een half jaar ingevroren gezeten. Hij was gevriesdroogd. Hij werd vermalen. En zo ging hij naar de Unilever-fabriek, die trouwens in Polen staat. Niet eens in dat mooie Italiaanse landschap. Waarna wij ook Bertolli vriendelijk omdoopten tot Bertolski. Goed, die truffel, nou ja, die was dus al helemaal gemarteld. En volgens die fabrikant, die proefde hem zelf ook en die zei, hier zit geen enkele smaak aan. Hoeveel zat er nou in van die truffel? 0,05 gram. Dat is een hoeveelheid die kun je eigenlijk nauwelijks zien met het blote oog. Maar goed, daarmee werd de wet niet overtreden, want er zat truffel in. Er zit truffel in. En dan kun je zeggen van, goh, keuringsdienst van waarde, dat gemierenneuk van jullie op de vierkante centimeter, waar zijn jullie nou mee bezig? Maar voor mij is dat wel heel erg belangrijk. Want het misleiden van mensen, ja, dat vind ik eigenlijk onethisch, je bedrijf voeren. Uitzendingen die minder subtiel zijn, maar wel heel erg belangrijk ook voor ons, zijn de schandaaluitzendingen. En die vinden we natuurlijk vaak toch in de vleesindustrie. Zo hadden we bijvoorbeeld het broodje dunner kebab. We bestelden 10 broodjes lamskebab. En we lieten onderzoeken of dat ook echt lamsvlees was. Tot onze grote verbazing, 9 van de 10 samples was ander vlees dan lam. 1 broodje was zelfs 100% varkensvlees. Dat gaat wel ver. We hoorden ook een soort roddel over dat er kalkoen werd verkocht als lam. Dus wij overal weer kalkoenvlees kopen. En inderdaad, 4 van de 6 samples, we gingen dus lam kopen, was kalkoen in plaats van lam. Nou, lam is veel duurder dan kalkoen, dus dat is pure fraude. Dit soort dingen zijn voor ons altijd heel lastig om in de keuringsdienst verder uit te diepen. En ik had eigenlijk al jaren zelf een moreel dilemma met vlees eten. Namelijk, ik weet dat er heel veel nadelen aan kleven. Het is slecht voor het milieu, heel veel uitstoot. Heel veel landbouwgrond om voer te groeien. Heel veel water wordt er verbruikt. Ik vond het zielig voor hoe wij dieren houden. Dat vind ik niet ethisch, onze veeteelt. Gangbare veeteelt. En dan heb je natuurlijk de hele tijd schandalen. Zoals die mishandelde varkens in Tielt zo onlangs. Of die grootschalige vleesfraude in Brazilië. En
Ja, mijn dilemma was, ik weet dat het niet goed is eigenlijk. Ik heb zoveel redenen om te stoppen, maar ik vind het zo lekker, dus het lukt niet. En dat dilemma werd op scherp gesteld toen mijn dochter Sally geboren werd, inmiddels alweer 5 jaar geleden. Want ik moest voor haar ook kiezen, krijgt ze wel of geen vlees te eten? Ik sprak voor die film ook. Ik heb ook in een slachthuis gewerkt. Ik heb ook daadwerkelijk zelf een koe geslacht. Ik vond namelijk dat ik de uiterste consequentie onder ogen moest komen. En ik sprak ook een woordvoerder in de voedselindustrie. En ik zei, waar letten mensen nou op als ze een stuk vlees kopen? Letten ze dan inderdaad op milieu, op dierenwelzijn? Wat zijn hun afwegingen bij de koop? Zegt die woordvoerder tegen mij, 1, de prijs. 2, de prijs. 3, de prijs. Dan ziet het er lekker uit. Vindt mijn gezin dit lekker? Wat kan ik hiermee maken? En ergens helemaal onderaan bungelt dierenwelzijn en milieu. Nou ja, goed. Ergens verbaast het me niet, want als dit niet de belangrijkste drijfveren was om dingen te kopen, dan zou die hele bio-industrie allang niet meer bestaan. Maar goed, of ik nog vlees eet of niet, daar wil ik het straks nog even over hebben. Maar die prijs, daar wil ik even over doorgaan. Want we lijden massaal aan goedkooplust. Alles moet goedkoop. We willen goedkoop vlees, goedkope spulletjes, hè, al die plastic prularia. En we willen goedkope kleren. En daarover maakte ik De Prijsvechter begin het jaar. Een 3-delige documentaire serie bij de VPRO. Ik was inmiddels zwanger van mijn tweede kind, een zoontje Robbie, hij is inmiddels 5 maanden. En hè, als je weer een kind op de wereld zet, dan denk je toch, in wat voor wereld laat ik mijn kind eigenlijk achter? Bovendien, ja, ik weet niet hoeveel, ik kan niet zo goed zien hoeveel vrouwen hier zitten, maar iedereen heeft vast wel iemand die kent met kinderen. Maar als je zwanger bent, dan krijg je 4 A4 met spullen die je aan moet schaffen, waar je echt niet zonder kan. Dus ik dacht, al die spullen in huis halen, wat moet ik doen? En ja, dus in De Prijsvechter vroegen we ons af, hoe kan het dat al die spullen zo goedkoop zijn en wat zijn de gevolgen van deze troeptsunami voor onze wereld, voor de economie en voor arbeiders? En als je denkt aan goedkope spullen, dan denk je natuurlijk al snel aan uitbuiting van mensen in die landen die die fabrieken produceren of die spullen produceren. Je hebt die hele goedkope lantaarntjes voor nog geen euro. Al dat hele goedkope speelgoed. Mijn collega Roland is naar China gegaan en ik moet eerlijk zeggen, het viel ons mee. In de laatste 10 jaar is de Chinese arbeider eigenlijk enorm geëmancipeerd. Omdat wij zoveel troep kochten van die Chinese fabrikanten, heeft dat de economie in China een enorme impuls gegeven. En er is daar zoveel werk dat als iemand de baan niet bevalt, dan gaat hij naar een andere fabriek. Laten we wel wezen, geen enkele Nederlander zou in zo'n fabriek willen werken. Maar vergeleken met 10 jaar geleden is het toch al een enorme vooruitgang. En ja, dankzij globalisering die 25 jaar geleden werd ingezet, is de wereld eigenlijk 1 grote markt geworden. En wie is er nou eigenlijk de verliezer van? Ironisch genoeg is dat de middenklasse in de westerse wereld. Zoals ik al zei, de Chinezen hebben een enorme economische impuls gekregen, maar bij ons zijn de lonen gestagneerd in die middenklasse. En er zijn heel veel banen verloren gegaan. We hebben onze eigen economie als het ware uitgehold. Maar goed, onze huizen puilen ondertussen wel uit van al die plastic troep. Ik ging vragen aan wetenschappers, milieuwetenschappers, wat zijn nou de gevolgen daarvan voor onze planeet? En ik heb hele verontrustende gesprekken gevoerd. Overal, die wetenschapper zei tegen mij, eigenlijk moet je plastic zien als het nieuwe fijnstof. Het is overal. Het zit in de lucht die je inademt. We hebben ook een aantal producten onderzocht. Bijvoorbeeld drinkwater, bier, honing. Overal waren plastic deeltjes in terug te vinden. En die plastic deeltjes die nestelen zich ergens in je lichaam. En wat er dan verder mee gebeurt, dat is eigenlijk nog niet onderzocht. Nou ja, dat is iets wat mij dan, als ik dat hoor, enorm veel zorgen baart. Ondertussen zeggen geologen dat we leven in het Anthropocene, het tijdperk van de mens. Overal op de aarde zie je nu de gevolgen van menselijk handelen. En geologen zeggen ook dat de aarde er nu net zo uitziet als vlak voordat de dinosauriërs massaal uitstierven. Ja, sorry, een beetje deprimerend verhaal. In onze serie De Prijsvechter interviewden we ook Ria,
Ria, dat was echt een hardcore action fan. Ria had een Facebookpagina, een fanpagina voor de action, met alle laatste must-haves van de action daarop tentoongespreid. En we vroegen ook aan Ria, Ria, maak jij je dan geen zorgen over de gevolgen van al die plastic troep? En Ria zei, nee, want alles wat hier in de winkel ligt, is ethisch geproduceerd. Ik hoef me daar helemaal geen zorgen over te maken. In zo'n land leef ik. En dan denk ik, ja, dat is behoorlijk naïef van Ria, maar had Ria maar gelijk? Was het maar zo? En het dwingt me natuurlijk ook om even eerlijk naar mezelf te kijken. Met al die kennis die ik heb, met die programma's die ik maak. Hoe consumeer ik zelf eigenlijk? Ben ik gestopt met vlees eten naar vleesverlangen? Nee, dat is niet gelukt. Ik stond net al te kwijlen boven een bitterbal. Ik heb hem niet gegeten, omdat ik bang was voor prut tussen mijn tanden. Maar anders had ik hem zeker niet kunnen laten staan. Voor mijn dochtertje van 5 koop ik nog steeds regelmatig kleren bij de H&M. En laatst had ze haar eerste verjaardagsfeestje met haar vriendinnetjes. En wat heb ik gedaan? Ik ben naar de Action gegaan. Ik heb mijn kar volgeladen met plastic troep. En toen het feestje voorbij was, om 1 uur of 4, heb ik het meeste weer over de schutting gegooid. Ik heb dan wel een plastic afvalbak, dus dat moeten we niet letterlijk nemen. Maar toch, je zou van mij verwachten, ik zou van mezelf verwachten dat ik beter weet. Dat ik ethischer handel. En zo zie je maar weer hoe moeilijk het is om echt ethisch te handelen. En daarom zou ik eigenlijk willen dat ik die keuzevrijheid helemaal niet meer had. Dat die hele vervuilende producten gewoon helemaal niet meer te krijgen zijn. Ik wou dat Ria gelijk kreeg. Want grappig genoeg zijn juist die producten die zo slecht geproduceerd zijn, super goedkoop. Denk maar aan die plastic troep, denk maar aan vlees. Daarom zou ik eigenlijk zeggen, zorg ervoor dat die spullen niet meer zo goedkoop zijn. Ik noem een voorbeeld een hoger btw-tarief op vlees. Want ik denk dat mensen pas echt gedrag gaan veranderen als ze het voelen in hun portemonnee. Een goed voorbeeld daarvan zijn ook de plastic zakjes. Sinds je moet betalen voor een plastic zakjes, gaat er 71% minder plastic tasjes over de toonbank. Tot slot zou ik u, ondernemers, mee willen geven. Wat zou u doen als ik met een cameraploeg bij uw bedrijf aanbelde? Zou u dan de deur open doen en me rustig alles laten zien? Of zou u een beetje schichtig worden en zeggen, we hebben het nu heel druk, we zitten midden in een verhuizing, we hebben helaas geen tijd. Ik zou zeggen, als u mij weigert, dan betekent dat dat het zaakje stinkt. Dat er iets niet in orde is. En dan zou ik willen vragen, verander dat, zodat u trots kunt zijn op uw bedrijf. En dat als ik voor de deur sta, dat er geen spannende aflevering van te maken is. Dank u wel. Dank u wel, Marijn. Dank u wel.